Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Aan Tafel. De kleinste talkshow van Nederland waar we de grote dingen bespreken die jongeren aan het hart gaan. Aan tafel! De gasten deze keer zijn Aisha Siddiqui, actrice en filmmaakster. Roos Rijbroek, relatiecoach en gespecialiseerd in non-monogamie. Jasmine Karsing, actrice en presentatrice. En natuurlijk mijn lieftallige collega en co-host Jamal Hussein. Welkom, leuk dat jullie er zijn en bedankt. We trappen baksteen altijd af met een stelling en deze keer is dat vreemdgaan moet kunnen. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarover te zeggen hebben, maar eerst gaan we even kijken naar wat de mensen op straat daarover zeggen. Hey. Vet leuk dat je ook naar de bakstenen kijkt. Eindelijk iets voor jonge mensen op je beeldscherm. En de stelling is... Vreemdgaan moet kunnen. Als het echt achter iemand terug is, dan vind ik dat het niet mag kunnen. Ik vind dat je dan het vertrouwen in je relatie een beetje aantast. Ja, het hangt er vanaf. Ik vind dat het wel kan, maar het is niet zo netjes. Iets wat beginnend is, ja, ik denk dat dat wel kan. Ik hou gewoon van monogaam en als je een relatie met iemand hebt, dan heb je een relatie met iemand. En dan vind ik niet dat je dan vreemd hoort te gaan. Ik denk dat mensen van nature niet monogaam zijn, maar dat het echt een beetje een cultureel, maatschappelijk iets is geworden. En dat zit er zo diep in dat je er zwaar ongemakkelijk, veel mensen zich er zwaar ongemakkelijk bij voelen om met andere mensen het te kunnen delen. Ja, ik vind dat iedereen vreemd moet kunnen gaan. Omdat ik vind dat mensen eigenlijk een beetje hun vrijheid moeten hebben. Iedereen moet gewoon doen wat hij lekker zelf goed vindt. Ik ken zeker heel veel mensen die vreemd zijn gegaan. Bijvoorbeeld mijn exen. Als iemand met mij vreemd gaat, dan is het eigenlijk gewoon no hard feelings. Direct klaar. Shame on you. Blokkeer je. Doei. Ik zou er denk ik te veel over nadenken wat voor gevolgen het zou hebben. En dan doordraaien en het niet kunnen. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik er wel vroeg over na heb gedacht. Toen ik in een niet hele fijne situatie zat. Ik heb het toen toch niet gedaan omdat ik... Ik vind dat als je vreemd zou willen gaan, dat je het dan beter uit kan maken. Ik ben zelf nog nooit vreemd gegaan. Nee, ik zou zelf nooit vreemd kunnen gaan. Ja, ik zou het wel kunnen, maar nu niet. Op dit ogenblik niet, nee. Vreemd gaan moet kunnen. Ik denk dat er heel veel verschillende redenen zijn waarom mensen vreemd gaan. Maar ik denk dat de voornamelijkste reden is dat ze iets missen in een relatie. En dat ze dan denken dat ze kunnen vinden bij andere mensen. Sommige mensen, die hoor ik heel vaak zeggen, niet de lasten, wel de lusten. Of te weinig wordt gecommuniceerd, of bijvoorbeeld de seksleven niet op orde is. Vertel het meteen sowieso. Wees er open over. Want als je het probeert te verbergen, wordt het alleen maar erger. En dat komt sowieso wel naar buiten. En ga ook kijken bij jezelf, waarom heb ik het gedaan. En zorg er gewoon voor dat je niet iemand nog meer pijn doet. Hoe langer jij ermee wacht, hoeveel meer pijn het gaat doen voor diegene. Dus ik denk gewoon eerlijk zeggen... Gewoon niet doen. Nee, gewoon niet doen. Klaar. Ja, meningen zijn verdeeld. Maar het is ook wel verdeeld wat mensen verstaan onder vreemdgaan. Wat is vreemdgaan volgens jullie? Ik denk wanneer je een relatie hebt en je zonder dat je het met je partner bespreekt, met iemand anders naar bed gaat. Alleen naar bed gaan? Of vind je bijvoorbeeld ook al een appje sturen naar een ander? Een seksueel getint appje? Ja, ik vind dat als je echt naaktfoto's gaat sturen en echt gaat sexting, zeg maar, dat het wel vreemd gaan is, hoor. En hoe denken jullie daarover? Ja, ik denk dat je heel goed kan aanvoelen wanneer je vreemd gaat. Ja, als je denkt van dit mag mijn vriend of vriendin echt niet weten en ik doe nu iets dat heel shady is, ja, dan denk ik dat je echt wel zelf kunt aanvoelen wanneer je er scheef over gaat, hoe zeg je dat? Ja. Wat zou voor jullie een reden zijn om zelf vreemd te gaan? Nou, voor mij is het heel duidelijk, tenminste dat is toch al gebleken in het verleden, dat als de ander vreemd gaat, dan merk ik dat ik toch ook wel een soort van wraakzuchtig ben. Dat is echt heel erg. Niet altijd hoor, maar op een gegeven moment is de maat vol. Maar dan moet ik ook wel zeggen, dan ga ik me ook openstellen, omdat ik dan... Ja, precies. Dan ga ik niet expres vreemd, maar dan tenminste dat is gebeurd. Wordt het dan een soort van circle of revenge? Nou, het is ook niet... Nou, tenminste, het is gewoon één keer bij mij gebeurd. En toen is mijn ex een paar keer vreemd gegaan. En toen had ik al heel lang contact met een jongen op een hele andere manier. En dat werd opeens heel close, omdat ik gewoon bij hem ineens heel veel steun vond. En ja, dan krijg je dat idee, dan ga je... Ja. Toen had ik niet het bed gedeeld, maar wel gezoend. En meteen na die zoen was het ook meteen van shit, wat heb ik gedaan? Maar dat kwam wel voort uit al die pijn die ik had. Ja. En vond je dan niet een reden om het uit te maken met je...
Ja, nee, nu wel. Maar toen, ja, de liefde was te sterk. Ja. Maar heb je het ook verteld toen tegen de persoon die toen nog je partner was? Ik heb het wel meteen verteld, ja. Hij heeft het ook altijd meteen verteld. Dus dat vind ik dan wel weer knap van ons. Als jullie het dan zo zeggen, zijn jullie het dan oneens met de stelling? Vreemdgaan moet kunnen? Of zijn jullie het dan eens met de stelling? Ik ben het wel oneens. Ja, ik ben het er ook wel mee. Ja, ik vind ook dat het niet moet kunnen. Maar ik denk ook dat het genuanceerder ligt dan je denkt. Ik zou het voor mezelf niet willen. Ik zou niet willen dat mijn partners het doen, maar ik weet dat er ook situaties zijn waarin mensen het wel doen en waarin ik snap dat ze het doen. Ja, het heeft mijn voorkeur niet en het is niet hoe ik met mensen wil omgaan, maar heel veel, dat zien we ook net in de Voxpop, mensen hebben verschillende manieren van met elkaar omgaan en het is te makkelijk om te zeggen, ja, hij gaat vreemd, dus hij is een slecht mens. Ja. Dat is gewoon. Nee, daar komen heel veel gevoelens bij kijken. Een slecht mens is of zo, hoor. Maar jij zei het zelf ook al, jouw ex is vreemd gegaan. Zijn jullie ook wel eens bedrogen? Weet ik eigenlijk niet. Jij weet het niet? Nee, ik weet niet of ik bedrogen ben. Niemand heeft het ooit gezegd. Oh. Nee. En hoe kwam je daarachter? Nou, wat het bij mij was. Nee, ik heb wel vaker gehad. Ik weet niet, blijkbaar trek ik dat aan of zo. Van kom, ga vreemd bij mij. Nee. Maar ik heb wel eigenlijk met verschillende vriendjes wat gehad. Maar ook eentje wat me met het meeste pijn deed, was wel een jongen waar ik echt mega verliefd op was. En ik vertrouwde hem zo blindelings. Maar op een of andere manier kreeg ik toch zo van die gevoelens van er klopt iets niet, weet je wel. En ik dacht, nee, Aisha, jij bent achterdochtig. Je moet niet zo denken, dat komt door je vorige relaties en blablabla. Bla, bla, bla. Dus echt, ik probeer van me af te zetten, want ik moet hem gewoon vertrouwen. En op een dag dacht ik, nee, het gevoel is te sterk. En als ik achterdochtig ben, dan is het ook inderdaad mijn eigen schuld. En toen heb ik gewoon zijn telefoon gepakt. En natuurlijk, ja, is heel, ik weet dat het niet oké is. Maar dat is de bron van informatie, ja. En die telefoons. Ja, maar ja, goed, dan heb ik, toen ik had op een gegeven moment dus genoeg dingen gezien. Mm-hmm. Maar toch is die intuïtie toch wel vaak, ik hoor van heel veel mensen dat dit soort verhalen en intuïtie is toch vaak wel juist. Ja, ja. Je voelt dat wel aan, als het echt helemaal goed zit, dan is ook, tenminste ik heb dat nu bij mijn huidige vriend, ik heb daar totaal niks van. Zeg maar zo, die jaloerse gevoelens en de achterdochtigheid of whatever wat ik bij mijn ex had, heb ik nog nooit gevoeld bij mijn huidige vriend. Want wat maakt dat dan, dat je dat niet hebt? Nou toch, ik weet niet, dat is toch hoe hij met me omgaat en hoe hij... Ja, en je weet gewoon wanneer iets niet klopt. Ja. En nu klopt het. Je voelt het aan of zo. Ja. Ik vind dat wel interessant, want als je dan dus voelt... hoe ga je dan, Roos, hoe ga je dan zo'n gesprek aan met je partner? Als je... Sowieso zou ik het vragen, als je dat denkt. Ik bedoel, hallo, ik weet niet wat jullie zouden doen, maar... Als ik je daar een advies in moet geven, als geen voorstander van vreemdgaan... dan denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je zegt... Hey, als je vreemdgaat, wil ik het liever weten. En dan gaan we gesprek aan. Ik weet niet hoe we verder gaan, ik weet niet of we verder gaan... maar ik denk wel dat als we verder willen met elkaar... dat we heel open en eerlijk naar elkaar moeten zijn. En als je op die manier iemand de mogelijkheid geeft om op te biechten, dan heb je weer ruimte om, om in ieder geval om het te weten en om vervolgens te kijken wat willen wij ook nog echt met elkaar. Moet je niet een beetje letten ook op het moment? Want ik kan me voorstellen dat je niet bij kerst aan tafel gaat zeggen, nee, als je vreemd gaat, dan wil ik het weten. Oh nee, maar dat is wel mooi, want mijn ex die zei dat dus een dag voor kerst. Nee. Maar wel alleen tegen jou, niet met al je familie daarna. Nee, want toen moest hij het dus opbiechten ook aan mijn ouders. Ja, we gingen nootjes met de familie. Maar had je het dan liever na de kerst? Het gaf mij wel heel weinig ruimte. Het is nooit een goed moment, dat is weer een jaar. Nee, het gaf mij dus daarom wel heel weinig ruimte om erover na te denken. Ik moest zeg maar binnen een dag beslissen en ik besloot dus, je blijft maar toch bij mij, want we moeten de hele feestdagen nog doorkomen met mijn familie. En doordat ik dus geen tijd had om na te denken, om even alleen van hem weg te zijn, heeft dat ook geresulteerd in mijn vreemdgaan. Ja, denken jullie niet dat het door programma's zoals Temptation Island of platforms zoals Second Love, dat vreemdgaan wordt genormaliseerd? Nee, ik denk dat het iets laat zien wat er al is. Dus je kunt zeggen het normaliseert, maar je kunt ook zeggen van blijkbaar borrelt er iets bij mensen en daar gaan ze dingen mee doen en dan vinden ze inderdaad wel een aansluiting. Maar volgens mij zijn we het hier aan tafel ook wel over eens dat op de lange termijn liegen tegen elkaar niet zo handig is. Dat geeft vaak problemen. Dus ik denk dat het wel iets in gang zet, maar dat het niet het normaal maakt dat je dingen in het geniet doet. Is het niet zo? Kijk, uiteindelijk vertel je wel op beeld met zo'n programma als Temptation of Second Love, dat je zegt van het is oké, iedereen doet het. En dat is ook wel zo. Maar ik denk dat je toch wel de stap
kleiner maakt om te zeggen, nou... Ja, is dat zoveel anders dan dat je op Tinder gaat en dat mensen het woord polyamoreus gebruiken, terwijl eigenlijk bedoelen ze, ik wil het gewoon met iedereen doen. Het woord polyamoreus zou betekenen met medeweten van iedereen, doe je, ja. Hè, dat is allemaal mooi, maar wat je vaak ziet is dat het op Tinder niet wordt gebruikt zoals het bedoeld wordt. Dus zou het met medeweten zijn, geen probleem. Maar mensen gaan dus ook lopen vreemd gaan op Tinder met mooie woorden. Nou ja, ik denk wel dat je het een soort van normaliseert door te laten zien dat het een soort van oké is. Of, ik denk ook met Temptation bijvoorbeeld dat wel eens... Ja, veel van de jongeren die kijken toch naar zo'n programma en denken dat het stoer is of dat het er allemaal bij hoort. Bij Second Love denk ik dat wel inderdaad, maar bij reality shows denk ik juist... die shows zijn gemaakt to make fun of. Dus ik denk juist dat het niet wordt genormaliseerd. Wel dat misschien mensen... Ja, ik weet niet. Is dat dan ook de reden waarom er zoveel naar wordt gekeken? Om gewoon een soort leedvermaak? Maar zouden jongeren die kennis ook hebben om dat in te zien? Of zouden ze denken, oh, dit zijn mijn voorbeeldfiguren? Ja, dat weet ik niet eigenlijk hoe dat zit. Ik vind dat wel interessant, want we zien steeds meer om ons heen, zien we het, vreemd gaan. Maar in de media komt het ook steeds meer terug, maar ook echt in onze samenleving. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zit het dan in Nederland met vreemd gaan? Dat heeft onze collega Kevin Viano uitgezocht en gezegd en geschreven. Kijk mee. Vreemd gaan moet kunnen. Oh, is dat zo? Kunnen voor wie? Voor de gedupeerde? Voor de vreemdganger? Voor de schoonmoeder? Het lijkt wel alsof vreemdgaan echt deel wordt van onze maatschappij. Ah joh, niks bijzonders. Je ziet het overal, het wordt gangbaarder. Maar was dit vroeger ook zo? I did not have sexual relations with that woman. Hoeveel mensen gaan er dan vreemd? Uit het jaarlijkse seksonderzoek van Durex blijkt dat 31% van de Nederlanders vreemd gaat. Uit ander onderzoek blijkt dat de kans dat je tijdens een vaste relatie te maken krijgt met overspel ergens tussen de 40 en 76% ligt. Vreemdgaan is geen fenomeen meer. Het is standaard deel van het plot in films en in soapseries. Er zijn talloze reality-series waarbij koppels elkaar uitdagen om vreemd te gaan. Op een eiland, met een blauwe zee en een cocktail. Ja, kijk, weet je wat het is? Fuckboy ben je niet voor even, maar dan ben je gewoon voor het leven, weet je. Allemaal voor onze entertainment. En onze sterren kennen er ook wat van. Marco en Leontien. Beyoncé en Jay-Z. Hoe ga je vreemd op Beyoncé, bro? En er zijn zelfs datingsites waarbij vreemdgaan het uitgangspunt is. Verliefd zijn overkomt je. Vreemdgaan kies je. Vreemdgaan moet kunnen? Ik weet niet, man. Dat laat ik aan jullie over bij aan tafel. De cijfers liegen er niet om. 31%. Precies. Ja. Nederlanders gaan vreemd en veel. Dus dat we zijn al sowieso dan twee aan onze tafel. Roos, als je dat zo ziet, zijn wij dan wel gemaakt voor een monogame relatie? Ik denk vooral dat het mensen niet gemaakt zijn om te voldoen aan een soort formatje. En ik denk dat de relaties veel meer werk zijn dan je denkt. Dus dat je best wel veel moet afstemmen. En ik snap ook wel dat niet iedereen leert dat ze daar tijd en moeite in moeten steken. Dus zijn mensen gemaakt om monogaam te zijn of niet? Ik denk vooral dat er mensen zijn met heel veel verschillende voorkeuren. Ja. En dan moet je dat dan helemaal gaan bespreken. En dan moet dat een match zijn. En dan vind je partner weer wat anders. En dan moet je het maar weer met elkaar eens worden. En op een gegeven moment denk je, ja, het is me genoeg. En om dan te zeggen, of ik spreek door, of ik beëindig de relatie, dat zijn best wel keuzes. Ja. Dus ik denk dat daar eerder is waar het misgaat. En ik denk dat ik dat ook wel heb met dat ik... Ik denk dat ik daar een beetje moeite mee heb met... Ik wilde heel graag polygaam worden. Want ik dacht, wow, het is nu iedereen... Heel veel mensen worden dat. En ik ben monogaam. Misschien ben ik niet open genoeg. Ik ben niet open-minded genoeg. Dus ik dacht van, oké, let's go. Ik moet het ook proberen. Misschien zit ik vast in een iets van vroeger, weet je wel. Hoe was dat? Nou, nee, het werkt niet voor mij. Nee. Jij bent echt voor een monogame relatie. Ja, want ik vind het heel... Want ik vind communiceren... Kijk, dan moet je al met één persoon communiceren... hoe je zo'n monogame relatie... hoe moet dat eruit zien? En dan stel je voor dat je voor een polygame relatie kiest... dan is het nog meer mensen erbij. En dan moet je met hun allemaal gaan overleggen van... ja, hoe die, zus dat, zus dit. Dat zou mijn hele leven overnemen, denk ik. Te veel prikkels. Ja, maar het is ook in het begin echt superveel werk. Als je dan daarmee gaat beginnen, dan kom je...
Dan moet je in één keer over nadenken over dingen waar je helemaal niet over na hebt gedacht. Je komt situaties tegen waarvan je helemaal niet had bedacht dat je daar iets mee moest. Zoals? Je... Zijn er echt... Oké, heb je ooit nagedacht over dat je de partner van je partner gaat ontmoeten en dat je daar lekker even mee gaat zitten praten? Lekker even tafelen, kijken wie diegene is. Nee, gezellig, leuk. Dat lijkt me dus heel raar, ja. Ja, dat, nou ja, het kan heel leuk zijn, het kan heel stom zijn. Misschien vind je diegene niet eens aardig. Ja, dan gaat je partner dus om met iemand die je niet aardig vindt. Oef, daar had ik niet over nagedacht, want ik dacht, we vinden dezelfde mensen wel een beetje leuk. Ja. Nou, dat is dan dus helemaal niet zo. Wanneer kom je vanavond thuis of ben je bij die ander vanavond? Hoe doe je dat qua tijdsplanning? Wie gaat er mee naar je ouders? Hoe, nu met corona, hoe navigeer je je corona-bubbels? Ook safer sex-bubbels, hoe doe je dat? Wie doet het wel en niet met condooms hier, daar? Ja, het is heel lastig. Ja. Jasmine, wat is voor jou dan je ideale relatievorm? Relatievorm. Ik vind het. Ik ben ook monogaam in de zin van dat ik gewoon één vriendje tegelijk wil. maar ik vind het wel leuk om met hem. Ja, ik denk dat dat misschien voor ons ook wel de spanning erin houdt. En ook dat we daar in die opzicht ons verlangen naar vreemd gaan weghalen. Door af en toe zelf gewoon op avontuur te gaan. Dus weet ik veel samen met mijn vriend. Andere bedpartners hebben. Precies. En is dat dan zeg maar de afspraak dat jullie het alleen samen doen of mogen jullie ook apart? Nee, samen. Dingen? Dus wel altijd samen. Ja. Maar is dat niet ook een vorm van een open relatie hebben? Dus niet monogaam. Toch? Ja, maar ik doe het wel echt met hem. Ik zou het echt niet leuk vinden als hij het zonder mij dan doet en andersom. Dus in wat dat opzicht is het misschien semi-monogaam, I don't know. Ja, ik vind het ook niet erg om hem... Oh, sorry. Ja, nee, zeg dingen. Ja, ik vind het ook niet erg om hem... Zeg dingen. Nee, ik vind het ook niet erg om hem zeg maar voor mijn neus met een andere chick te zien. Spreken jullie dan ook wel eens vaker af of zeg je dan bewust van... Nee, we doen het één keer met één iemand en daarna zien we die nooit meer terug? Of... Ik zou dus echt bang zijn dat hij op een gegeven moment verliefd zou worden op die andere. Ja, dat zou ik ook vinden. Ja, nee. Ik denk dat de liefde daar te sterk voor is en dat je dat ook wel aanvoelt. Ja. Ik denk als de liefde misschien minder wordt of er komen dingetjes, ja, dan komt die angst misschien. Maar die angst is er nu bij mij gewoon nog niet. Maar hoe reageert jouw omgeving daar dan op? Hoe reageer je vriendinnen daarop of je ouders? In wat voor opzicht? Nou ja, dat je dus ook af en toe wel met iemand anders Sowieso heb je het daarover. Of is dat iets wat echt heel erg... Bedoel je, je hebt het er nu over, maar... Ja, ik zeg het hier, mijn vader kijkt toch waarschijnlijk... Hoi! Hey. Die laat het ook altijd weer aan mijn oma zien, dus dat weet ik ook inmiddels. Nee, maar ik... Ik ben daar wel open over. En dat komt ook wel omdat ik het één keer gewoon in een dronken bui een keer naar mijn ouders heb gestuurd. Van, oh, wat heb ik nou weer gedaan? En sindsdien weten ze het wel. Dus... Oh, wat een goede situatie. Heb je dat echt gedaan? Ja, maar dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet meer. Maar... Dus toen kwamen zij er eens. Nee, ik denk, waar heb je het over? Ja, heb je het eerst nog ontkend ook? Ja, volgens mij wel. Maar heel eerlijk, als ik... Ik zit zelf in een monogame relatie en ik weet zeker dat als ik thuis kom en ik zeg tegen mijn ouders, joh, papa, mam, ik heb een derde vriend of vriendin erbij, dat ik... Ze gaan niet klappen. Dat gaan ze niet per se leuk vinden. Er is nog steeds echt een taboe op. Ja, veel ouders vinden het niet zo leuk. Ik vind het eigenlijk best wel interessant dat veel ouders het niet zo leuk vinden. Want heel veel ouders hebben het heel erg druk met... Oh, en dan hebben ze straks schoonfamilie en dan krijg je kindertjes en dat is dan zo gezellig. Ja. Maar zodra er dan meer schoonfamilie is, dan is het in één keer niet meer leuk. Maar ik uit eigen ervaring en ook uit de ervaring van mijn cliënten heb ik wel gezien dat mensen heel verschillend reageren. En eigenlijk ook heel anders dan je denkt. Dus de mensen van wie je verwacht, nee, maar zij zijn hier echt casual mee. Zij vinden dit alleen maar leuk voor mij. Die blijken daar dan toch ineens heel veel gevoelens bij te hebben. En sommige mensen daarvan denken van, nou, ik ga het zeggen. En ik accepteer dat dit potentieel het einde van onze vriendschap is. En die zeggen, joh, nou, als jij gelukkig bent, het zou mijn keuze niet zijn, maar ik wens je het mooiste. Ja. Stel dat je in een monogame relatie zit en je wil dus overstappen naar bijvoorbeeld een open relatie. Roos, hoe kan je dat dan het beste doen? Hoe ga je zo'n gesprek aan met je partner? Ja, nou, laten we beginnen met dat je dat, net zoals met wanneer vertel je dat je vreemd gaat, dat je dat doet op een rustig moment. Dus niet in de rij voor de pizzeria of zo. Trouwens, een bankje afspreken in het park. Zie je die jongen daar? Die wil ik wel doen. Precies. Dat zijn... Nee. Nou, aan de andere kant kan het wel een leuke aanleiding zijn. Dat je iemand ziet lopen en zegt van, ik vind diegene echt super knap. Denk jij er ook wel eens over na? Je hoeft daar niet een, ik moet je iets vertellen moment van te maken. Mm. Dat lijkt me niet nodig als je het niet zo voelt. Aan de andere kant, soms kan dat wel zo zijn. Dat je daar al een poosje mee bezig bent in je hoofd. En dat je denkt, ga ik dat doen? Past dat bij mij? Mag ik dat? Kan ik dat? En dan heb je snel de neiging om het heel erg in je hoofd uit te denken en te bekokstoven. Maar ja, dan neem je je partner niet mee in dat proces. Dus dan ben jij al helemaal, heb je dat helemaal bedacht. En op een gegeven moment presenteer je het aan je partner. Dat is niet zo handig.
Dus wat ik zou doen is... Dus eigenlijk altijd eigenlijk al wat ik wilde van het begin, terwijl je het eigenlijk nog niet zeker wist. Nee, nee, nee. En ja. Ook dan tegen die tijd dat je dus... Heb je het helemaal uitgedacht en dan zeg je... Nou, ik heb het bedacht. Dit is wat ik wil. Wil jij dat ook? En dan zegt jij... Zegt, ja, fuck yes. Oh mijn god, kom je daarmee aan? Oh, nou, is er iets mis met mij? Moet ik ergens aan twijfelen? Is er iets gebeurd? Wat moet ik nou? Dus mensen schrikken daarvan. En terwijl jij dan denkt van, nou, ik heb er nou zo lang over nagedacht, ik ben er wel aan toe om er wat mee te gaan doen. Nou, je partner is helemaal, oh mijn god, dus nou, dan krijg je al die mismatch. Dus, als je, even terug, als je erover aan het nadenken bent en je merkt van, nou, ik heb die gedachte nou 2-3 keer gehad deze week, dat is het moment om er even wat over te zeggen. Precies. Oh, ja. En dan kan het alsnog zijn dat je partner er best wel een schrikkerige reactie op heeft of niet zoveel trek erin heeft. En als je merkt, ja, maar ik heb er afgelopen week weer 2-3 keer aan gedacht. Dan begin je het gesprek nog een keer daarover. En dan is dus niet de kunst om te zeggen... Trouwens, ik wil dus nog steeds die open relatie, hè? Maar om te zeggen, hey, ik merk, we hebben het erover gehad en we hebben het toen kort gehouden. Maar ik ben er nog steeds mee bezig. En ik wil graag dat het oké is tussen ons. Dus we moeten het er echt over hebben. En op dat moment kom je er dan ook achter of het voor jou werkt of niet, toch? Want... nou ja, was het maar zo'n feest. Ik bedoel, dat kan jij waarschijnlijk beamen. Je dacht waarschijnlijk, dit is een heel leuk idee en dit ga ik doen. En dan ben je het in de praktijk aan het doen en dan is het iets heel anders. Ja, maar dan kom je er dus achter dat het niet voor jou werkt. Dus dat is dan... Ja, in de praktijk wel. Je kunt het in je hoofd uitdenken, maar het is altijd anders. Nee, in mijn hoofd dacht ik, ja, let's go. Ja, tuurlijk. Het is toch het ideale idee, maar fantasie en werkelijkheid liggen best wel uit elkaar. Ja, wanneer weet je dan wel echt wanneer welke relatievorm bij jou het beste past? Hoe weet je dat? Ja, uitproberen. Je kunt er van tevoren een idee bij hebben en je kent jezelf vast al een beetje. Dus als je weet dat je op mensen van verschillende genders valt, dan kan je daar iets mee doen. Dus dat kun je dan bedenken van tevoren. Maar ik ben er zelf ook best wel van teruggekomen. Ik dacht, oh, het lijkt me echt fantastisch als ik een driehoeksrelatie heb en dat mijn partners met elkaar zijn, dat we in een huis wonen. Nou, dat vond ik echt helemaal niet fijn. Dat werkte totaal niet. En ik ben daar best wel, ik heb daar nu best wel een andere vibe in. Wat voor relatie heb je zelf eigenlijk? Ja, op dit moment leef ik met 1 partner in 1 huis. Ja. Dat is het, door corona is dit de meest monogame situatie die ik in 10 jaar heb gehad. Het klinkt alsof je het heel erg vindt, maar... Nou, ik mis het wel. Ik mis het om mensen te ontmoeten en dat niet alleen maar seksueel natuurlijk. Voor ons zou het niet werken om monogaam te zijn, omdat een grens stellen op seks of op verliefdheid of dat soort dingen, dat is best wel arbitrair. En wat voor ons het belangrijkste is om heel... heel transparant te zijn over hoe je voelt, heel eerlijk daarover te zijn. En dat is soms best wel lastig, want om tegen iemand te zeggen, hey, ik heb net met iemand zitten chatten en het was best wel sexy. En ik heb er eigenlijk een beetje een cheaty gevoel over, want ik heb het je nog niet verteld. Maar dat voelt dan een beetje raar. Ja, toch doen. En dat vind ik wel echt leuk bij je om hier aan tafel te merken dat iedereen wel echt met deze discussie struggelt. En dat monogamie ook echt een struggle kan zijn. Onze collega Raisha heeft ook in de podcast gesproken met een vrouwelijke escort. Waarbij mannen of vrouwen afspraak met haar kunnen inplannen om vreemd te gaan. Dus laten we daar even naar luisteren. Maar er komen dus ook getrouwde mannen jouw kant op. Dat klopt, ja. Wat voor service bied jij ze die ze niet binnen zijn huis krijgen? Oh, dat is heel verschillend. Iedereen zoekt iets anders. Sommigen hebben misschien een specifieke seksuele voorkeur. Waar hun partner niet van houdt. En dan vragen ze een van ons om die wensen te vervullen, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat je... dat het meer om aandacht gaat. Dus je bijvoorbeeld dat de partner heel erg druk is met werk of met kinderen en dat ze zich een beetje alleen beginnen te voelen in hun relatie. En dan komen ze ook naar ons om een keertje weer helemaal verwend te worden en de volle aandacht te krijgen van een vrouw. Maar heb je wel eens dat ze echt hun hele levensverhaal bij je kwijt willen, er juist wel over willen praten? Zeker, ja. Ook de vakantiefoto's mag ik zien en soms zeggen ze wel eens van, oh, ik wil deze jurk kopen van mevrouw, denk je dat dat mooi is? Dan help ik daarmee. Ja, dus ook weer in de podcast wordt duidelijk dat mensen vreemd gaan in een monogame relatie. Maar ik ben wel benieuwd, Roos, waar komt eigenlijk die monogame structuur in onze maatschappij vandaan? Het instituut van de kerk heeft gezegd, je trouwt met 1 iemand en dan ben je aan elkaar trouw tot de dood ontscheidt. En ik denk dat we daar nu mee aan het dealen zijn. En aan het kijken van, oké, maar hoe willen wij onze relaties aangaan als we zelf kunnen kiezen?
monogamie is nog steeds de norm. En dat zie je ook echt terug aan hoe de maatschappij is ingericht. Je mag bijvoorbeeld maar met één persoon trouwen. Je kan ouderschap niet wettelijk delen. Ja, merken jullie in jullie omgeving dat hier een verschuiving in is, aan het komen is, dat het verandert? Ik merk wel om mij heen dat vrienden dit soort relaties wel steeds vaker aangaan. Mm-hmm. Maar als ik in de stad loop of zo, dan zie ik niet vaker drie ouders rondlopen. Yeah, of, Nee, vaak als je die video's ziet op YouTube, dan is het ook altijd een soort grappig ingestoken. Ja, ja, nee. Yeah. Ik merk wel echt om de jongeren, zeg maar, niet de oude generatie per se, maar de beweging wel. Ik hoor steeds meer mensen zeggen van nee, ik ga niet trouwen, maar meer een samenlevingscontract of op andere manieren. Ik wil geen stempels erop plakken. Ik heb wel het idee dat ik dat heel erg veel om me heen meemaak. Vind je dat moeilijk? Nee, helemaal niet. Nee? Maar juist omdat jij zo staat voor een monogame relatie? Ja, maar monogame hoeft voor mij niet betekenen trouwen per se. Maar wel gewoon het liefst wel één partner. Ja. Maar dat hoeft niet te zeggen dat ik dat per se moet trouwen. Ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want monogamie is natuurlijk ook, de perceptie van monogamie verschilt ook echt per cultuur. Ja, hoe denk jij daarover? Nou, ik ben Pakistaans, of haar achtergrond is Pakistaans. En bij ons is het inderdaad wel zo van, wij vinden het al leuk, we gaan trouwen. Het is gewoon lekker simpel, helder. En in Nederland is het vrij, voor mij wat complexer, omdat je dan gaat kijken, gaan we dan trouwen of willen we überhaupt een relatie? Of zijn we poly of zijn we mono? Dus die gesprekken van tevoren zijn dan best heel erg anders. En in mijn cultuur is het ook zo van, ik kies voor jou en ik doe alles voor je, ik ga echt dood voor je. Zo, een soort van zo'n Bollywood totale overgave. Hele romantische. Ja, I love it. Dus dat is wel iets wat ik heel erg mooi vind, maar ook wel begrijp dat het ingewikkeld is. Dat vind ik eigenlijk heel mooi aan mijn cultuur. Je trouwt met elkaar en je kiest voor elkaar en je blijft bij elkaar, maakt niet uit wat. En dat vind ik dan in Nederland moeilijk, dat van die kleine dingen, dat het dan ook wel grote risico's om dat het uitgaat en je hebt heel veel keuze. Dat is wat kwetsbaarder voor mij in die zin. Maar is dat dan ook niet juist goed? Want ik neem aan dat als je op een jonge leeftijd gelijk trouwt, dat er ook heel veel mensen op terugkomen, zeggen nou, dit werkt toch niet. Dat is het hele ding. Ik wil dat mooie wat ik in mijn hoofd heb van, we kiezen voor elkaar en we gaan er alles aan doen dat we dit gaan doen. We gaan niet om de kleine redenen uitmaken. Dat is een droom. Ja. Dat lijkt me heel mooi, maar het is heel goed dat het hier in Nederland ook gebeurt, dat je van tevoren dat kan beslissen. Ja. Maar ik vind dat toch wel nogal soms ingewikkeld. Ik denk van, ik kan het dan gewoon niet gewoon simpel. Nee, maar nu klinkt het wel een beetje alsof het niet mogelijk is. Maar ik heb wel zoiets van, in monogame relatie vind ik wel echt iets moois om voor te vechten. Zeg maar, zijn er dan geen ook voordelen aan monogamie? Ja, maar dit is toch ook zo raar dat we dit tegenover elkaar stellen. Dat als je meerdere relaties hebt, dat je dan zogenaamd minder gecommitteerd zou zijn. En daar herken ik me ook echt niet in. En ik herken mijn cliënten ook niet in. Nee, het zijn vaak heel mensen die heel veel om elkaar geven. En die heel erg graag willen dat het werkt tussen hen. Ja, ja. En daar heel veel moeite voor willen doen. Maar ze voelen ook sterk, ik wil graag met meerdere mensen zijn. Dus die twee sluiten elkaar niet uit. Dus ik snap die wens naar, ik wil wel echt gecommitteerd zijn. En dat wij echt zijn met elkaar. Ja. Dat verlangen snap ik heel goed. Goed, in welke situatie dan ook en in welke relatievorm dan ook, dat je kwetsbaar naar elkaar opstellen je band sterker maakt. Ja. En dan maakt het niet uit welke relatievorm je kiest, als je daar maar het grofweg over eens bent en naar elkaar toekomt, zeg maar. Ja. Nou, als je het zo zegt, dan klinkt, moeten we dan niet gewoon streven naar een maatschappij waarin monogamie niet de norm is? Wat vind jij daarvan? Nou ja, hoe zie jij dat voor? Ik denk dat iedereen moet gewoon lekker zelf weten. Als je met vier mensen wilt trouwen, dan moet dat gewoon mogelijk zijn, toch? Mm-hmm. Waarom is er maar één regel en dat moet iedereen naleven? Ja, vind ik niet. En dan is er maar een kleiner groepje die het anders doet. Maar waarom mag dat groepje het dan niet? Ja, die groep moet dan juist groter worden. Ja. Er moet geen kleiner groepje meer zijn. Zien jullie dat voor je, dat er gewoon geen groot verschil meer is tussen... Ja, maar dat is uiteindelijk toch ook wel aan de mens zelf. Ja, ik weet niet. Tuurlijk, het zit wel echt ingebakken. En omdat wij zo zijn opgegroeid, is dat waarschijnlijk nu waarom de meeste mensen zo denken. Ja. Maar ja, goed, ik vind het ook heel erg menselijk dat mensen jaloers zijn als... Ik bedoel, mijn reden voor monogamie is ook omdat ik het gewoon... Het doet me wat als ik mijn kerel met iemand anders zie... Maar doe je het alleen daarom, omdat je anders bang bent dat iemand anders vreemd gaat? Ook omdat ik het gewoon oprecht leuk vind.
Dat lijkt me wel een belangrijke main motivation. Ja, maar ik denk dat het voor ons allebei, want ik denk als we dat niet doen, dat het bij ons allebei wel ook... Dat vind ik dus wel een interessant punt, want denken jullie dat vreemdgaan ook in mindere getalen voorkomt als we dus afstappen van die monogame structuur? Ja, dat denk ik wel. Maar niet op de manier zoals je denkt. Ik denk dat als wij leren om te praten over wat we echt willen, dat we minder hoeven te liegen. Dus ik denk dat gaat gebeuren. Maar dat zegt niet dat mensen hun relaties per se heel anders doen. Dat weet ik niet. Dat ligt heel erg aan de individuen. Maar ik denk dat daar de winst zit. En nou ja, als je niet hoeft te liegen en je doet wat jij denkt dat juist is en je bent daar open over, dan ja. Ik zit heel erg ook in het kamp waar jij zit, van keus. Weet je, mensen kunnen dat kiezen. En als jij heel erg verliefd bent op een jongen en jullie zijn de hele dag alleen maar met elkaar bezig, wel, nou, dat is heel erg. Ja, doe het alsjeblieft en heb alsjeblieft een goede tijd. Ik wens je en dan moet je ook niet die druk voelen dat het meer moet. Nee, precies. Ja. Ja. Nee. Ja. Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie om mee af te sluiten. Het is ook wel duidelijk dat monogamie voor de een wel werkt, van de ander niet. Maar dat het vooral gaat om communicatie. Nou, en voor degene bij wie dat niet zo goed gaat, hebben we misschien iets of helemaal niet. Maar daar heeft Team Veldwerk daarmee aan de slag gegaan. Als privédetective ben ik niet bezig met het kapotmaken van een huwelijk, maar met het vastleggen van de waarheid. Ik ben Martijn, al 12 jaar werkzaam als privédetective. En waarom mag je als privédetective iemand volgen als ik iemand verdenk van overspel? Is overspel illegaal dan? Omdat het iets is vanuit het burgerlijk wetboek. Maar stel nou, want ik zit nu te denken, stel ik vermoed dat mijn partner vreemd gaat, ik kom bij jou en ik zeg hé, dit is de situatie. Ja. Ergens hoop ik wel dat een persoon in mijn leven zegt, joh, ga lekker met je partner eerst praten. Ja. Is dat een optie? Dat is het, dat is een optie. Alleen eigenlijk altijd in zo'n intakegesprek, dan krijg je eigenlijk altijd terug dat gesprek is al geweest. Okay. Dus die brug is meestal al voorbij. Iemand is al een keer geconfronteerd geweest, ontkent het gewoon glashard. Dat is wel wat je vaak tegenkomt. En dat men dan uiteindelijk geen andere optie meer ziet om een privédetective in te huren. Vaak ook nog wel met kinderen later, dat uiteindelijk ook de kinderen wel het echte verhaal weten hoe het vroeger gegaan is. En niet dat mama of papa gek was, maar dat het ook echt gebeurd is. Ik wilde best wel doen, dit werk. Dat is leuk. Het lijkt me heel ingewikkeld dit. Ja, nou ja, ik wil niet zeg maar... Ja, het is ook wel heel erg in iemands privacy natuurlijk. Zou je er zelf eentje inhuren? Oh, nee. Nee, weet ik niet. Misschien wel. Hij zit nu te kijken. Als er straks een auto achter hem rijdt, dan denkt hij dat is het. Nee, dat ligt eraan hoe ver het gaat. Ben je er goed in? Het ligt eraan hoe ver het gaat, toch? Het ligt er echt aan wat er is gebeurd. Als er echt heel veel is gebeurd. Maar ja, nu ben ik ook wel op het punt van dat ik het gewoon uitmaak. Daar ben ik echt wel overheen. Dus nee, ik denk niet dat zo ver zou komen. Nee. Oké. Nou, gelukkig maar. Toch? Nou jongens, dank jullie wel voor vandaag. Superleuk dat jullie aan tafel willen zijn. En heel fijn dat jullie zo lekker met elkaar in gesprek gingen. Over 2 weken weer een nieuwe aflevering. En in de tussentijd kan je kijken naar onze nieuwe aflevering van Veldwerk. Die aanstaande donderdag op YouTube komt te staan. En je kan luisteren naar onze nieuwe podcast Luisterwerk. En op Instagram staan ook heel veel leuke filmpjes. Vooral backstage materiaal. Dus ga dat checken. Doei. Yes. Thanks jongens. Woo!